Dag Duke. Ja, zoals je ziet, geen Hans Postma, oftewel meneer Hans. Maar, ja, je had me misschien al herkend. Piet Pablo. Dag kijkertjes, leuk dat jullie kijken. We zijn op locatie het grootste speelgoedpakhuis van Noordoost-Friesland. Hier worden alle cadeautjes ingepakt en dat wil ik jullie graag laten zien. Lopen jullie met me mee? Dan gaan we even kijken. Nou, kijkertjes, we zitten hier dus in het Waldolala aan speelgoed en cadeautjes. Hier wordt echt alles ingepakt voor Noordoost-Friesland. Loop even met me mee, ik moet even zoeken waar de inpakmachine en natuurlijk onze inpakpieten bezig zijn. Kom even. Ach, kijk nou, hier op de toonbank, twee cadeautjes. Moet je natuurlijk even controleren. Oké, kom even. Even kijken, links, rechts, troelala. Ach, ja, kijk eens, kom even. Hier staat hij. Ja, ben dichtbij natuurlijk met de neus erbovenop, want ik wil het jullie laten zien, live, hier, inpak Piet, sorry. We zijn live, inpak Piet. Ja, het heeft natuurlijk zo'n machine iets meer lawaai. We zijn bij de inpak Piet, we gaan er even met de neus bovenop, want ik wil jullie natuurlijk laten zien hoe dit werkt. Kom erbij. Dit is hem. Nou, heb ik overdreven? Grootste, de inpakmachine van Noordoost-Friesland. Inpak Piet, jij bent al de hele dag weer bezig. Vertel ons en de kijkertjes eens even, hoe werkt dit nou? Nou, dat zal ik je eens even uitleggen. Ik heb hier de cadeautjes voor de kinderen die op de verlanglijstje staan, maar nog niet zijn ingepakt. Die gooi ik hier in de inpakmachine. Die gaan door de inpakmachine. Oh, ja. Die komen allemaal hier ingepakt weer op de loopband. Op de band, Die ga ik hier allemaal controleren. Uiteraard. Natuurlijk. Tuurlijk. En dan? Oké. Is klaar. Oké. Dan gaan ze over de loopband. Ja. En uiteindelijk komen ze hier in de zak van Sinterklaas. Wauw, dit hadden wij dus veel eerder moeten hebben. Maar mooi dat hij hier nu staat. Inpak Piet, zou je hem ons kunnen demonstreren? Dat betekent hetzelfde kijkertjes als voordoen hoe het werkt. Kan dat? Maar natuurlijk wil ik jou en de kindertjes thuis wel uitleggen hoe dit werkt. Kom even naast me staan. Ja, natuurlijk. Ja? Dan beginnen we aan deze kant. Deze. De niet ingepakte cadeautjes gooien we in de machine. Ja. En als we deze straks aanzetten, dan worden ze in de machine allemaal ingepakt. Ja. En uiteindelijk komen ze op de lopende band. Hier komen al die cadeautjes op de lopende band. Ja. Die gaan we hier allemaal nog eens een keer goed controleren. Controleren natuurlijk. Oké, controleren. Ook een pakje. Oké. Uiteindelijk komen ze allemaal vanaf de lopende band in de zak van Sinterklaas. Ik zou zeggen, start hem maar. Gaat fantastisch! Kijk nou, kijk het eens! Maar het kan natuurlijk sneller! Er moeten heel veel cadeautjes! Wat gebeurt er als ik aan hier aan trek? Hey! Kijk nou eens wat je doet! Oh, kijkertje. Ik denk ik help een handje, want dan gaat het sneller! We hebben zoveel cadeautjes! Ik heb hier toch mijn diploma's voor gehad? Ja, natuurlijk! Ik heb toch de inpak niet? Ja, dat ben je! Kijk nou! Elk slecht nieuws heeft goed nieuws! Duke, kijk eens, jouw naam staat erop. Dit was jouw cadeautje. Terug naar de studio.